sailing home across the ocean, sailing home, we're going to be free. Down below, the crew's in motion to defy the violence of the sea. Feeling young, feeling strong, at the height of the fight, so nothing can go wrong. Even mijn mannen. Goed, goed. Ja, die zitten er nog allemaal op, hè? Nee, zeg het eens, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Kun jij mij vertellen wat Veronica en Volendam eigenlijk met elkaar te maken hebben? Nou, mijn goede man, dat is al van jaren hè, dat ik al contact had met Veronica. Dat wil zeggen dat Volendam, die stond wel zo altijd in de publieke belangstelling bij Veronica. Ik heb nog meegewerkt toen aan die hearing in de Tweede Kamer. En toen het schip op het strand lag. Het was heel Nederland onthutst. Maar Volendam die heeft in feite erg veel te maken gehad met Veronica. En wederzijds, want Volendam die had nogal wat beat geroepen die het heel goed deden in onze nationale popwereld. En nou ja, goed, en zo gooiden ze elkaar, dacht ik, zo'n klein beetje een balletje toe. Lekkere vies, mensen hoor, kwaliteit, superlekker, eisen weer al en delicatessen. Alles even lekker. Associaties, hè, met het water als de grote componenten die dat aan elkaar werkte. Veronica boot, Volendam vloot, Botters boot. Nou ja, Veronica is een groot bootje geworden, maar Volendam inmiddels ook. Want die heen en weer, dat is nou meer een boot die Europees voetbal wil gaan varen. Ja, nou ja, god jongens. Ik denk dat we dan een beetje op een te onstuimige zee gaan, hoor. Als dat nou al moet plaatsvinden. Ik bedoel, als wij nou maar lekker weten te handhaven op een plek waarvan je zegt, nou, dat is nou nog gebeurd, dan ben ik dik tevreden, want dat Europa Cup, dat hoeft echt voor mij nog niet. Het oude Volendam verandert langzaam maar zeker in het nieuwe Volendam van Veronica. Met onder andere international Frank Berghuis. Frank, blij met je nieuwe sponsor? Durf eens nee te zeggen. Ja, het is weer wat anders eigenlijk, want je ziet het in het buitenland ook wel een beetje dat omroepen aan het sponsoren zijn. En ik denk dat je, ja, als het allemaal mee zit, dat je dan bijna elke week op tv komt. En het is goed voor de club en voor jezelf natuurlijk ook. Dan kan je echt dan elke week in de kijker spelen. En nou is het af en toe ben je een keer op televisie. En dan moet je dan net goed spelen, maar dan krijgen de mensen een complete indruk van je. Jij speelt toch alleen maar goed als er een camera is? Wel eens gehoord. Dat is wel eens gezegd, ja. Maar ja, misschien is het toevallig zo of zo. Maar ik speel wel eens meer goed, hoor. In ieder geval, het nieuwe Volendam in het oranje met Veronica op de borst speelde alvast een oefenpartijtje. En ja, als die camera er is, dan is Frank Berghuis er ook. Frank, die nu ook driftig leden gaat werven voor Veronica. Binnenkort gaan een paar jongens trouwen, dus die gaan dan op hun eigen wonen. En ik zal ze even inlichten. Check het na bij je. Ja? Oké, bedankt. Succes. Oké. Ja. Volendam bouwt aan de toekomst en er komt ook een nieuw stadion dat eind volgend seizoen klaar moet zijn. En hoe gaat dat stadion heten? Juist, het Veronica Stadion. Wat vindt manager Jan Brouwer van de samenwerking tussen Veronica en Volendam? Ja, ik denk voor heel Volendam is dat een hele goede zaak, een hele aardige zaak. Ik denk het verleden, dat is zodanig dat partijen altijd iets met elkaar gehad hebben. En dat we altijd naar elkaar gekeken hebben. Ik denk vanuit de mentaliteit die bij Veronica heerst en altijd geheerst heeft. En vanuit de mentaliteit die er bij Volendam heerst. Het is, wij vinden onszelf nog steeds het klein duimpje van het betaalde voetbal. En ja, Veronica eigenlijk is altijd het klein duimpje van Omroepland geweest en heeft zich tot de grootste uitgewerkt. Ja, wij bezitten nog steeds, vinden wij dan zelf, de B-status. Wij zijn langzaam op jacht en binnen de doelstelling die we met de club hebben. We willen naar de subtop, wij willen ook langzaam de A-status verkrijgen. En wat dat er gaat, denk ik dat Veronica een partner is die qua mentaliteit totaal bij ons past. Berghuis, dan kan hij er wel door. Oh. Successen kende Volendam genoeg deze competitie. Nog steeds in de race om een UEFA Cup plaats.
Dan moet de bal dus opzij. Nou, hij kan het inderdaad. Tjoep, wat een vrije trap. Wat zat hier daar dichtbij? En wat scoort Pastoor vervolgens. Dat is toch fabuleus, zoals die Berghuis de vrije trappen neemt. Want dit is helemaal niet eenvoudig. Hiele, ja, het is het alles wat hij eraan kan doen. En dan is Pastoor het snelste als duveltje uit het doosje. Ja, helemaal geen rare bal natuurlijk. Pastoor, ook raak. Volendam krijgt waarop het recht heeft. Een doelpunt. 30e minuut. Pastoor, de man van Duinronders uit Schorel. Althans, hij speelde hier vorig jaar. Nu in de Eredivisie. Afkomstig uit een afdelingsclubje dus. Maar hij heeft al eens bij een amateur hoofdklasse gezeten. Pastoor, na dat merkwaardige voorzetje van Sier. Steur. Vermes kan alleen op hielen af. Omdat Nordland miste. Vermes op hielen en hij brengt Volendam aan de leiding. In de 32e minuut van de wedstrijd. Vanmiddag was het zover. Voor 5 jaar werd de samenwerking tussen Veronica en Volendam bezegeld. Voorzitter Cas Schilder en manager Jan Brouwer overhandigden Rob Oud, de Botter, de Heen en Weer. Zodat er nooit meer gedegradeerd hoeft te worden. En de ondertekening van de contracten. Ook een hele lange overeenkomst. Veel succes. Veronica Volendam, een boek dat nog lang niet dichtgaat. Genoeg prominenten aanwezig vanmiddag bij deze historische gebeurtenis. Wij sponsoren Volendam helemaal niet. Het is een promotiecontract tussen ons beiden. Zij promoten Veronica. En wij promoten, voor zover dat binnen de mediawet mag, Volendam. En wat is het specifieke aan Volendam voor Veronica? De historie, wat hier allemaal gebeurd is. De Volendamse artiesten die we opgenomen hebben. De Nederland Muzieklanden, de themaprogramma's. De actie van Jaap Buijs in de tijd op 18 april 1973. Met de hoorzitting, met het concert op het Malieveld. Dat heeft een hele speciale binding tussen Veronica en Volendam gemaakt. Dus Rob, na 30 jaar is de cirkel Volendam-Veronica weer gesloten? Ja, dat zonder meer. Alleen ik hoop dat we in ons beide belang de activiteiten steeds groter kunnen maken. Dus dat de cirkel groter wordt. En tot slot, het laatste woord is aan de trainer van Volendam, Leo Steegman. Talent genoeg in ieder geval daar. Het lijkt me toch dat dit enigszins als een bom binnen zal slaan bij verschillende mensen. En dat is toch wel iets waar ik van hou.